Wat als de formule van een cirkel en de formule van een lijn gegeven is en er wordt gevraagd, is de afstand van die lijn tot de cirkel kleiner, gelijk of groter aan de straal? Hoe pak ik dat dan aan? Nou, gaat het weer onderverdelen in stappen? En hoe ga ik hier überhaupt de afstand uitrekenen? Nou, door in ieder geval te bedenken dat ik, het middelpunt M nodig heb. Nou, hoe kan ik dat achterhalen? Nou, ik neem de cirkelvergelijking over. X kwadraat plus y kwadraat plus 8x plus 2y min 8 is gelijk aan 0. Nou, dan plaats ik die 8x weer erbij. Plus y kwadraat plus 2y min 8 is 0. Dan ga ik kwadraat afsplitsen. Nou, die 4 die moet ik wegwerken, het kwadraat ervan. Dat is min 16. En dan krijg je ook nog y plus 1 in het kwadraat. Dan moet ik 1 ervan afhalen. Nou, dan kan ik dit hier laten staan. Haal ik alle losse getallen naar rechts en dat wordt 25. Dus wat volgt eruit? Het middelpunt. Nou, er staan plussen voor, dus ik moet nu 2 keer een min opschrijven. En de straal is gelijk aan de wortel van 25 en dat is gelijk aan 5. Nou, waarom zit ik hier aan de afstandsformule te denken? Nou, laat ik eerst eventjes de lijn L omschrijven. Zodra ik het dadelijk invul, zal ik die vraag beantwoorden. L dubbele punt I, dat is gelijk aan min 3x plus 17. Nou, wat kan ik hier dan ook van maken? L dubbele punt. Die min 3x is negatief, dus die haal ik nu naar links. Dan krijg je 3x plus y, die 17 haal ik ook naar links, is gelijk aan 0. Nou, wat geldt hier nu? Ik wil weten wat de afstand van m naar l is. En dat is de reden dat ik hier aan de afstandsformule zit te denken. Want ik heb nu de coördinaten van m achterhaald en de formule van l is gegeven. Dus dat kan ik eigenlijk rechtstreeks in die formule invullen. Nou, je kunt nu ook zeggen, net zoals dat ik dat bij de andere afstandsformule doe, hè, voor de afstand tussen twee punten. Je kunt nu op een kladblaadje punt m opschrijven. Min 4, min 1. En lijn l opschrijven. Als je dat boven elkaar doet, dan weet je in ieder geval dat je het juiste punt te pakken hebt, de juiste lijn te pakken hebt, en dan weet je hoe je het gaat invullen. Je begint met de absolute waarde hier in de teller. En eigenlijk doe je eigenlijk gewoon altijd de lijn invullen, en op de plek van de x vul je de x-coördinaten in, dus je krijgt 3 keer min 4. Dan krijg je plus y, maar y moet ik vervangen door min 1, dus dat wordt min 1. En die min 17 neem ik dan ook nog over. Gedeeld door de wortel van a kwadraat plus b kwadraat. De a is altijd de factor voor de x, de b is altijd de factor voor de y. Dus je krijgt hier 3 kwadraat plus 1 kwadraat. Nou, waar is dit gelijk aan? Nou, dat hele bovenste stuk reken maar voor jezelf uit. Dat is min 30 gedeeld door de wortel van 10. Nou, dat ga ik niet zo laten staan, hè, want er staat nu een wortel in de noemer. Maar voordat ik dat doe, ga ik überhaupt ook zeggen, de modulus van 30, de absolute waarde van min 30, dat is gewoon 30. Want de modulus zorgt ervoor dat negatieve getallen positief worden. En dit wordt dan wortel 10. Nu kan ik zeggen, wortel 10, gedeeld door wortel 10. Als ik dat toevoeg, is het hetzelfde als dat ik vermenigvuldig met 1. Dus je krijgt hier 30 wortel 10, gedeeld door 10. Oftewel 3 keer de wortel van 10. Nu heb ik de afstand achterhaald. Nou, nu moet ik bij de vierde stap nog het volgende doen. De afstand van L tot aan de cirkel, dat is natuurlijk gelijk aan de afstand van M tot L min de straal. Bedenk dat je met de afstandsformule de afstand hebt uitgerekend tussen punt M en lijn L. Maar ik wil weten, wat is de afstand tussen de lijn en de cirkel? Dus ik wil weten, wat is de lengte van dit lijnstuk. Nou, en daarom geldt dat ik de straal er nog van moet afhalen. Dus dit wordt 3 wortel 10. De straal van de cirkel, dat was gelijk aan 5. En nu moeten we de vraag beantwoorden. Is dat nou kleiner, gelijk of groter dan de straal?
Nou, als ik dit probeer uit te rekenen, 3 wortel 10, nou, stel dit was wortel 9 geweest, want die kan ik wel uitrekenen. De wortel van 9 is 3. 3 keer 3 is 9. En 9 min 5, dat is gelijk aan 4. Dus nou, je kunt eigenlijk al een vermoeden hebben. Want je kunt ook, ja, je kunt dus als volgt doen. Je kunt zeggen, stel ik heb 3 wortel 9 min 5. Nou, dat is 3 keer 3, oftewel 9. En 9 min 5, dat is gelijk aan 4. Dit is kleiner dan de straal. Nou, dan heb ik hier het volgende kwadraat. Dat is natuurlijk 16. Ja, dus dan heb ik 16. Nou, dan krijg je 3 keer 4, dat is 12. 12 min 5, dat is 7. En dat is groter dan de straal. En die 3 wortel 10 min 5, die zit ertussenin. En de straal zelf, die is gelijk aan 5. Dus het is nu de vraag, waar is dit gelijk aan? Maar je ziet de 10, die ligt heel dicht bij 9 in de buurt. Dus mijn vermoeden is dat het antwoord net wat groter dan 4 gaat zijn, en dat het kleiner is dan de straal. Dus dat zou ik hier alvast kunnen opschrijven. Dit is het vermoeden wat ik heb. Nou, maar ik moet het zeker weten. Hoe kan ik dat nou doen? Los op. 3 wortel 10 min 5 is kleiner dan 5. Dat is het vermoeden dat ik heb. Nou, die ongelijkheid, het voordeel ervan is dat ik nu die min 5 naar rechts kan halen. En dat wordt aan deze kant 10. 3 kan ik gaan schrijven als de wortel van 9. Dit neem ik gewoon over. Nou, de wortel van 9 keer de wortel van 10, dat is de wortel van 90. En 10 kan ik schrijven als de wortel van 100. En je ziet dat dit klopt. Want 90 is kleiner dan 100, dus ook als ik daar de wortels van pak, geldt dat links kleiner is dan rechts. Nou, dus de conclusie die ik nu heb aangetoond, de afstand van L tot aan de cirkel is kleiner dan de straal. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.